Heracles wil een aantal grote winkels huisvesten bij een nieuwe stadion. Daar wordt op dit moment de gemeenteraad over bijgepraat. Want als dat gaat gebeuren, dan moet er een bestemmingsplanwijziging komen. Laten we eens even kijken wat de plannen de afgelopen jaren zijn geweest. Want het hele gedoe rond een nieuw stadion speelt eigenlijk al een jaar of vier. Oktober 2008. Heracles presenteert plannen voor de uitbreiding van het huidige Polmanstadion. We zijn echt toe aan wat nieuws. Het plan is het stadion een kwartslag te draaien. Door de verbouwing kunnen er zo'n 15.000 toeschouwers in plaats van de huidige 8500. Een half jaar later, februari 2009, zijn de verbouwplannen van de baan. Want het wordt te duur. Waarbij wij en ook de toenmalige mensen die er verstand van hebben, uitgingen van 10, 12 miljoen bouwkosten. Maar nu alles doorgerekend is, kom je dus tegen de 30 miljoen. Anderhalf jaar later worden de plannen voor het nieuwe stadion onthuld. Het wordt gebouwd op de velden naast het huidige Polmanstadion. Er kunnen 15.000 mensen in. Het Polmanstadion blijft gedeeltelijk staan. Daar kan bijvoorbeeld detailhandel in. Begin 2011 praat de gemeenteraad in Almelo over het stadionplan. Heracles wil een lening van 15 miljoen van de gemeente. In de zomer van 2011 is de raad akkoord met de lening. Maar voorzitter Jan Smit van Heracles is niet tevreden. Want de gemeente stelt enorm veel aanvullende voorwaarden. Waar hij, de bouwers en de investeerders van het nieuwe stadion niet mee uit de voeten kunnen. Hij dreigt met opstappen. En ik heb in ieder geval geen zin om aan een dood paard te gaan zitten trekken. Moet niet zien als een dreigement, want ik vermaak mij ook wel naar Heracles Almelo. Ik heb het 12 jaar met plezier gedaan. 7 jaar lang hebben wij de club nu in de Eredivisie gehouden. Fantastisch voetbal. Duizenden mensen in Almelo, 10.000 mensen in Almelo hebben er plezier aan in de hele regio. We zetten Almelo op de kaart, we zijn sociaal-economisch belang. Wij gaan straks grond huren van de gemeente die al 15 jaar lang helemaal renteloos daar ligt. Dan moeten wij straks 300.000-400.000 euro. Dus wij worden sponsor van de gemeente Almelo in plaats van omgekeerd. Ik ben er echt helemaal flauw van. En die mening heeft Smit nog steeds. De gemeente moet nu het bestemmingsplan wijzigen, zodat ook grote winkels zich bij het nieuwe stadion kunnen vestigen. Doet de gemeente dat niet, dan is het nieuwe stadion van de baan. En Heracles-voorzitter Jan Smit heeft al laten weten dat als de gemeenteraad niet akkoord gaat met de nieuwe plannen en het stadion dus niet door kan gaan, dat hij er dan mee stopt. En waar het nou na vanavond naartoe gaat, is nog niet echt te zeggen. De meeste partijen hielden hun kruid nog droog. Het lijkt er een beetje op dat VVD en Partij van de Arbeid wel mee willen met het plan van Heracles. Maar heel veel kleine partijen zijn toch behoorlijk kritisch, want ze zijn bang dat nieuwe winkels bij het Heracles-stadion toch de binnenstad leegtrekken. En begin 2013 zal er een besluit over worden genomen. En bleek vanavond, de provincie speelt daar ook nog wel een belangrijke rol in. Want de provincie is namelijk medefinancier van een binnenstadsplan wat hier op dit moment wordt ontwikkeld. Ja, dat zou, als je kennis hoort op het gebied van detailhandel, 14 dagen geleden is hier gezegd, dan moet je een keuze maken of voor de binnenstad of voor de periferie. Nou, dat heeft de provincie ook gehoord. Heracles zegt dat het beide kan, dat het elkaar versterkt. Nou ja, dat moeten we afwegen. Hebben de kenners gelijk die daar verstand van hebben met betrekking tot detailhandel en vestigingsplaatsen van detailhandel? Of is het Heracles die zegt dat het kan elkaar versterken? Maar mocht Almelo nou het plan van Heracles steunen, betekent dat dat de provincie de steun intrekt? Nou, dan moet de provincie natuurlijk wel overtuigd worden dat hun plan, of het plan wat we gezamenlijk hebben, zo moet ik dat zeggen, wij als gemeente en de provincie, dat het wel kans van slagen heeft. Dus de provincie kan een roet in het eten gooien? De provincie zou een roet in het eten kunnen gooien. Ja. Wij willen helemaal niet de binnenstad tot last zijn. Sterker nog, we willen elkaar versterken. En ik denk dat wij op de lokale arbeidsmarkt mensen aan het werk kunnen helpen in dat gebied. En uiteindelijk dat die mensen die daar hun welverdiende geld weer uit kunnen geven in bijvoorbeeld de bioscoop in de binnenstad, in het kopje koffie op het terras in de binnenstad. En ik denk dat dat ook de zaken zijn die elkaar gaan versterken. Wij hebben vorig jaar afspraken gemaakt en hebben voorwaarden meegegeven. Heracles komt nu terug op die voorwaarden. Ja, vorig jaar is dat al met moeite tot stand gekomen. Dan mag je verwachten dat het niet over één nacht ijs gaat om die voorwaarden en dan in dit geval de verruiming en uitbreiding van het aantal vierkante meters, maar verruiming van detailhandels beleidsplan. Ja, daar kan ik me wat bij voorstellen dat daar raadsleden ook problemen mee hebben. Ook gezien het feit dat wij de meubelboulevard altijd strak hebben gehouden aan de bestemming. Almelo Nouveau een bepaalde bestemming mee hebben gegeven. Ja, dan moet je natuurlijk wel heel erg voorzichtig zijn om Heracles te zeggen, nou, ga je gang maar. Ja, dat heeft dan ook andere consequenties. En die moeten wij ook overzien. Wat verwacht u zelf? Daar laat ik me niet over uit.